nou Tijn, ja, vertel, jij zat net op die truck, of niet? Ja, ik mocht net even de kraan in om, net nadat de wethouder de eerste hap uit het pand heeft gehaald, mocht ik ook nog even spelen hiermee. Maar dus de sloop van de AWN is nu echt begonnen. En hoe lang gaat dat duren? Ja, we hebben ongeveer 4 tot 5 weken nodig voordat het gebouw helemaal weg is. Het is best wel een lastige sloop dicht bij de rotonde. En natuurlijk het monument waar we goed willen beschermen, dat daar niks mee gebeurt. Dus ja, daarom hebben we best wel een lange tijd nodig voor de sloop. Maar ja, in ieder geval, dit jaar is hij in ieder geval nog helemaal weg. Ja, het gebouw heeft er een kleine 20 jaar gestaan. Ja, natuurlijk altijd als bank dienst gedaan. Begonnen ooit met gebouwd voor 30 medewerkers ongeveer. Ja, en voor mij heeft dat eigenlijk nooit echt gewerkt. Een hele lange tijd hebben er maar 3 of 4 mensen gewerkt. In de laatste 4 jaar heeft het eigenlijk helemaal leeg gestaan. En dus nu het sloopmoment. Ja, ik mocht even binnenkijken. Jullie hebben het heel netjes allemaal het afval gescheiden, zeg maar. Kan er nog iets hergebruikt worden? Ja, wij hebben het afval niet gescheiden, dat heeft Nino eens netjes gedaan. Maar inderdaad, die sorteren al heel veel ter plekke hier. Het gescheiden afval natuurlijk waar we mee moeten werken. En toch zie je dat er relatief weinig hergebruikt wordt. Er zijn een paar delen weer uitgehaald, het pand wat toch weer hergebruikt wordt. Dat doen we er niet in. Weinig waarde helaas. Nee, ja, ik hoop dat we een mooie entree krijgen van het centrum op deze manier. En ik hoop dat het echt wel de start is om nog een aantal mooie andere ontwikkelingen die voor het centrum op de planning staan, dat die nu ook gaan gebeuren. Dan denk ik dat we er met z'n allen beter van worden. Wie waren er allemaal aanwezig? Bij de wethouders die waren aanwezig hier. Dus de wethouder van het centrum en van detailhandel. En erg trots op dat die erbij aanwezig waren. Nou, hartstikke mooi. En ook je vader, denk ik. Nee, dat mijn bouwcoördinator is dat. Die was erbij aanwezig. Lijkt je nog wel, ja. Ja. Ik denk van, dat zal dan de oude leuzing zijn, maar... Nee, dat niet. Nee. Dus, Had je al eerder in zo'n apparaat gezeten? Ik had nooit eerder in zo'n kraan gezeten. Nee, dat is de eerste keer dat we hierin hebben gezeten. Ja, je vertelde wel, want dit is toch wel anders dan wanneer je een winkelpand aan het slopen bent. Ja, we hebben natuurlijk wel geleerd dat we winkels slopen. En dan heeft een sloopploeg ongeveer 4-5 uur de tijd om een complete winkel van binnen leeg te krijgen. Ja, dan komen ze met 50 man letterlijk binnen denderen en dan gaat het heel snel. Dit is wel echt goed sorteren en dit is wel wat prettiger slopen dan bij dat soort projecten. Er waren heel veel knopjes? In de kraan zitten heel veel knopjes ben ik achtergekomen. En voor mij moeten we dat ook lekker door de experts laten doen. En als ik zo zie hoe netjes ze dit doen, gaat het helemaal goed komen. Okay.